Hij is voor het eerst op de Biennale, Misha Majski. Hij geeft een aantal concerten deze week en vanochtend geeft hij een masterclass aan twee jonge cellotalenten. Het was Mark Twain who said, there's nothing easier than to quit smoking. I did it 49 times. Now people quit smoking again and again. So the same, I keep making this New Year resolution or whatever resolution, doesn't matter, many times a year. Then from now on, every day I play one Bach suite. Like apple a day keeps doctor away. I knew it would go like this, he would talk a lot, but although he didn't talk so much about my piece, what I played, Prokofiev Sonata, I loved his talking about Bach. No, I love Prokofiev, but it's, you don't want to play some Bach? But we have, I think everything he says is inspiring. I'm very glad that I had this opportunity. I mean, it's really rare that he agrees to give a masterclass, that he does it, so it was a pleasure. Yeah, he has kind of energy that is around him. Sorry, I forgot, I should have taken my cello, not because I'm going to play, don't worry, but these days I look much better with cello in front of me. But I have excuse, you know, for a few months. Since my wife is again pregnant, I always say, we are pregnant. Then she says, yes, but in a few months I will lose it. But that's why I keep getting her pregnant. He was sitting next to me and he was moving with the music and I really liked it. Take some time to discover the value of all these things that he told me. And the pulse in music, like in life, is not metronome. It changes, depends on the time of the day, depends on how many people listening to what you're saying, and so on. But within certain limits, if it's changing too much, then something's wrong. You have to go. We hebben twee cello's en zang. En dan hebben we Bastiaan Wultjes speelt trombone en tuba. En Michiel van Dijk speelt ongeveer alle rieten die er bestaan. En slagwerk. We hebben een programma gemaakt. Daar zijn we voor gevraagd, maar het was best wel spannend. Want we wisten eigenlijk niet zo goed wat we moesten doen. En toen hebben we uiteindelijk een soort selectie gemaakt van allemaal dingen die we leuk vinden. En het is heel verschillend, want iedereen heeft best wel verschillende smaak. En allemaal arrangementen voor gemaakt voor een hele aparte bezetting. Vonden we dan wel weer een leuke uitdaging. Dus het is een soort liedjesprogramma geworden. Heb je eigenlijk iets met cello? Ja man, het is mijn lievelingsinstrument. Ik vind het super mooi. Ik had het eigenlijk altijd zelf willen spelen, maar ik kan het niet. Maar het is een soort van de... Voor mij voelt het als het meest zingende instrument, denk ik. Dus ik denk waarschijnlijk dat ik het daarom ook zo gaaf vind. En dan laag. Ik hou van laag. Dus het is een perfecte combinatie. Ze gingen viool spelen en grappige dingen doen. En toveren een beetje. Als je me nou moet vertellen waar ik naar gekeken heb, kun je dat in een paar zinnen doen? Ja, het is natuurlijk heel abstract wat er in die voorstelling gebeurt. Nou, abstract. Het is niet een verhaal wat je ziet. Dat is het niet. Het is meer een als je het heel globaal beschrijft, een spanningsveld tussen zwak en sterk. Dat een beetje wordt verbeeld. En zwak en sterk zit ook in muziek. Want je hebt in muziek altijd een zwaar maandeel en een zwak maandeel. We zijn eerst heel stoer. En dan worden we allebei eventjes heel zwak, want we willen het aapje halen. Dus dan zijn we eerst heel stoer en dan worden we allebei zwak en gaat het aapje halen. Hij gaat mij pesten. Dan, heb je ook, dan ben ik zwak, want hij is eigenlijk mijn pest en is die sterk. En ik ben zwak, ik trek het niet meer en ik ga achter het gordijn. Ja, zo werkt Jochem, de regisseur, ook. Die heeft heel heldere blik op van nou, wat, ja, de Laura en Hardy momenten en dat soort dingen.
toen ik voor dit project gevraagd werd, of voor deze voorstelling gevraagd werd, dacht ik meteen aan Emiel, omdat hij heel polyfoon kan spelen op zijn cello. Dat kan niet iedereen. Dat moet je even uitleggen, polyfoon spelen. Akkoorden en meer tonen tegelijk, zoals wat een gitarist doet. En dat kan je op de cello ook eigenlijk best doen. Cello is best wel veelzijdig. Ik wist wel een beetje dat het cello en goochelen een beetje door elkaar was. Dat wist ik. Ik heb hier een propje. Even kijken. Emiel die kan heel goed op propjes blazen. Kijk, Emiel blazen. En het propje is weg. En dan zit het bij jou in je oor. Grappig, hè? Zo. Dat is leuk, hè? Dat is echt zo grappig. Ja. Dat is zo goed. Mooi.